kijkers, goedendag. Welkom tot de nieuwe aflevering van Informatie Actueel, InfoAct. In deze aflevering van InfoAct brengen wij u een verslag van de traditionele kranslegging bij het monument van de revolutie aan de waterkant. Dit ter gelegenheid van de 39e herdenking van de machtsovername op 25 februari 1980. Traditiegetrouw heeft de leider van het revolutionair proces, zijn excellentie D.C. Boudersen, zijn gehoor toegesproken. Er zal hiervoor strijd geleverd moeten worden. U zult niet zonder slag of stoot dit proces welke u wilt ondersteunen, u zult dat niet zomaar gratis krijgen. In 80 is toen de basis gelegd. En om het pad niet uit het oog te verliezen, hebben we toen alles samengevat in de al onbekende 4 vernieuwingen. En het is goed op dit moment, het is goed op zo'n historisch moment, om toch wel even langs te gaan wat de 4 vernieuwingen waren. We hebben gezegd, er zal veranderd moeten worden het politiek bestuurlijke in dit land. De politiek bestuurlijke orde. En vaak zegt men dingen zonder om er verder bij na te denken. Maar ik dacht dat vanavond het erg goed zou zijn om... Natuurlijk is er geen ellenlange speech, maar het zou toch goed zijn om inhoudelijk aan te geven wat wij onder andere daarmee bedoelen. We hebben als een voorbeeld van het politiek-bestuurlijke orde het verre binnenland in ons proces van decolonisatie, in ons proces van ontwikkeling, vinden wij nog steeds dat het verre binnenland recht had en recht heeft en wij in Paramaribo de plicht hebben om hun te betrekken in het politiek bestuurlijke van het land. Vandaar dus dat onze mensen in het binnenland zich wel eens moeten afvragen. Sinds wanneer is het mogelijk of zou het mogelijk geweest zijn om het binnenland met 10 zetels te mogen vertegenwoordigen in onze nationale assemblee? Als ik een voorbeeld aanhaal van politiek bestuurlijke orde, dan zou het goed zijn wanneer onze jongeren zich afvragen, sinds wanneer en hoe komt het dat ik met mijn 18e jaar al recht heb en zelf de plicht heb om betrokken te kunnen worden bij het politiek bestuurlijke. We hebben vastgelegd, een van de zaken welke veranderd moet worden, dat is onze,
onze sociaal-maatschappelijke orde. En het is goed om het even aan te halen en een voorbeeld aan te halen. Dat wij ons afvragen binnen het sociaal-maatschappelijke, de verandering daarin. Sinds wanneer en begrijpen wij nu waarom de handelingsonbekwaamheid van de vrouw werd opgeheven? Handelingsonbekwaamheid van de vrouw werd opgeheven als een model, omdat wij binnen het sociaal-maatschappelijke veranderingen moesten brengen. En de vrouwen zouden moeten weten dat zij, en de mannen zouden moeten weten dat zij, de vrouwen evenveel recht hebben als rechten welke de mannen hebben. Sinds wanneer zijn we toen begonnen binnen het veranderen van het sociale, dat wij de staatscrèches hebben opgericht, waardoor wanneer moeders deelnam aan het ontwikkelingsproces en het werk ging, dan wist moeder dat zij in de crèches haar kinderen of het kind veilig en beschermd was. Ik wil bijna zeggen, niet waar, minister Alibux? De man van de eerste crèches hier zo, ik dacht in begin 83. De sociaal-economische orde. Daar moet verandering in komen. We zijn een importerend land. En eigenlijk is ons heel denken bijna erop gericht om ons zuur verdiend geld, ons zuur verdiende dollars, maar uitgebreider te geven aan het buitenland. Waar, vraag ik me vanavond af, zijn de ruim 200 fabrieken van weleer gebleven? De fabrieken welke arbeidsplaatsen creëerden, besparing van deviezen en sommige al zelfs een kleine verdienen van deviezen. We herinneren ons de para-industries, alleen met bijna 600 arbeidsplaatsen. Hele goede organisatie, een gezonde structuur onder leiding van de ASFA, Associatie van Surinaamse Fabrikanten. En de para-industrie, zoals u weet, was opgebouwd of was gebaseerd op een zogenaamd resource-based industrie. En dat wil zeggen dat wij met meer dan 90% van de zaken welke wij produceerden rechtstreeks hier konden betrekken. En natuurlijk zijn er soms noodzakelijke attributen welke je uit het buitenland moet halen, omdat de wereld nu eenmaal zo in elkaar zit. Maar de basis van de productie van toen was gebaseerd op de grondstoffen welke Suriname voorradig had en nog steeds voorradig heeft. En dan vraag je vandaag aan de dag, pinnen batra de zo bij Mickey, pinnen pretty de zo bij Mickey, pinnen tegel de, pinnen grasie de, pinnen asbak de, pas soppen de zo bij Mickey. Ook deze strijd, omdat het natuurlijk voor sommigen heel makkelijk is om de tegels maar te laten komen uit het buitenland. En uiteraard, business is business, daarmee te verdienen.
daaraan voorbij gaat dat we onze zand, onze moeder, wat moeder natuur ons gegeven heeft, dat wij dat ook konden maken en bewezen hebben dat wij het konden maken. En we zijn nog steeds trots op de tegels van Para Industries. We hebben toen de tijd ook nog, aangezien een gezonde zaak was, met via de NOB kunnen onderhandelen dat al deze jonge fabrikanten, al deze jonge entrepreneurs, speciaal na goedkeuring uiteraard, hun de financiële mogelijkheden met 4% rente doen. En dit alles viel onder de leiding van Index Industrie voor Export. En dan denk ik vanavond aan de Leters en de Henaars en de Setnies en de Geerlings enzovoorts enzovoorts. Praten we over de educatieve orde, dan stond daar aan de basis dat wij vinden, we vonden en we vinden nog steeds, dat er geen verschil mag zijn in opleiding, in onderwijs, alleen maar omdat ik in het binnenland ben, of alleen maar omdat ik in een district woon. En gelooft u me, het was direct raak. Na de eerste middelbare school gebouwd te hebben in Nikeri, kan ik me herinneren dat het eerste meisje uit eerste geslachten van heel Suriname, toevallig meisje was uit Nikeri. Volgens mij heeft ze nou zeker 3 of 4 zware titels op zak. Dus je ziet dat onze mensen in het binnenland en onze mensen in de districten, die hebben recht op dat onderwijs. Wij vonden dat we af moesten komen van het binnenland onderwijs, waarbij je een nichtje met anderhalf jaar ULO of MULO dat de kinderen onderwijs moest laten geven. We hebben de jongeren trokken naar het binnenland om onderwijs te geven gratis aan ouderen en jongeren leren lezen en schrijven, wat onderwijs heel belangrijk was. Alpha 84. En wanneer ik Alpha 84 vanavond zeg, dan denk ik en dank ik de troepen die toen naar het binnenland gingen, onder leiding van, laat me kijken, Piet Heijn, Henk Kros, Piet Hellendoorn, Barangasa, dat onderwijs belangrijk is, staat onomstotelijk vast. En we hebben dat vastgehouden. En vandaag aan de dag, vandaag aan de dag, mogen wij trots zijn op een campus welke van vrij hoog gehalte is binnen het Caribisch gebied. Het ministerie van Onderwijs, de universiteitsbestuur, de wetenschappers, het studentencollectief, het bedrijfsleven, wij met z'n allen, wat wij daar hebben neergezet, als gevolg van een van de pijlers van het proces van vernieuwing binnen de educatieve orde. Wij zullen wat daar is neergezet gezamenlijk moeten koesteren. We zullen ervoor moeten zorgen dat niet alleen maar de inspanning met z'n allen om het daar neer te zetten, maar met ook te onderhouden en op niveau te blijven houden. We zitten, dames en heren, Brangasa, in een ideologische strijd. En ik heb opgezomd het
De vier vernieuwingen, politiek-bestuurlijke orde, sociaal-maatschappelijke orde, sociaal-economische orde en de educatieve orde. En we hebben nog later milieu als vijfde pijler van de vernieuwingen erbij geplaatst. De basis van de 25 februari beweging is een ideologische basis. En de NDP komt voort uit de 25 februari beweging. De NDP is geen normaal traditionele partij, met alle respect. We zijn een politieke organisatie, een beweging, welke ten grondslag heeft om dit ooit getergd land te decoloniseren. En we weten dat het een proces is. Maar we weten dat wij met z'n allen, en nu indien wij daarvan overtuigd zijn, dat wanneer wij samen, zij aan zij, schouder aan schouder, man, vrouw, jong, oud, dit begrijpen, dan zal er een dag komen. Maar het is een proces, we zullen steeds vaandel moeten overdragen. En we zullen moeten weten dat er veel werk is. We hebben het ook vastgelegd in liederen. Worko defu do. De dingen van deze partij zijn niet zomaar. Ze zijn gestoeld heel hard op een ideologische basis. Dames en heren, er is nog veel meer te doen. Er is nog heel, heel veel te doen. En de komende periode zullen wij ons toespitsen, want er is veel gedaan. Er is heel, heel, heel erg veel gedaan. Helaas is dat ondergesneeuwd, maar we zullen doorgaan met bouwen. Ik denk 8 of 9 maart wordt weer een start zijn gegeven door een particulier voor 750 woningen. Afgelopen jaar zijn 3 keer daar 200 afgeleverd. We hebben na een periode van experiment hebben wij gezegd dat de staat slechts wetten en andere randvoorwaarden moet creëren, waardoor particulier initiatief dit moeilijk werk op zich zal moeten nemen. Wij zullen doorgaan met scholen bouwen. Wij zullen doorgaan met ons scholencomplexen neer te zetten. We zullen doorgaan met de infrastructuur, de miljarden infrastructuur. Zullen wij doorgaan. Wij zullen doorgaan met de productie. We zullen doorgaan met meer gronduitgifte. Ik weet dat er nog vragen daarover zijn, dat ROGB bijna gek wordt. Maar gelooft u me, wij doen er alles aan. En zeker ook naar het jongere volk toe. We zullen doorgaan om volksgezondheid niet alleen maar te brengen naar onze mensen, maar op een zodanige wijze. Wij geven miljarden uit aan subsidies. We geven enorm veel uit. Enorm veel voor volksgezondheid. Maar we vragen ons af, hoe effectief is, zijn de middelen welke u helpt aandragen om daadwerkelijk een basis te leggen voor een gezond volk.
Ik moet zeggen, vandaag de dag ben ik blij om in discussies erbij te zijn waarbij het doktoren en deskundigen en specialisten niet alleen maar om die show gaat. Men begint tot één keer te komen dat ze veel, heel veel mogen verdienen, maar laten zij, laten wij dan toch op zijn minst de middelen welke ons volk opbrengt, laten wij de zorg daar brengen voor onze mensen. Er is veel, veel, veel te doen. We moeten meer aandacht besteden aan de sociaal zwakkeren, aan de seniorenburgers. Als ik praat over sociaal zwakkeren, heel specifiek de Surinamers met enige beperking. We zullen verder met z'n allen in deze strijd moeten weten dat wij verantwoordelijk zijn voor dit milieu. We zijn begonnen met een aantal tiental ovens te brengen in het binnenland. En we zullen medewerking van de Surinamers vragen. Dat zij op een gegeven moment, net als wanneer zij in het buitenland zijn, opzoeken waar de prullenmand is. En is zomaar een beker bonken. Dat het moment ook zal komen en zeggen, waar kan ik deze cups kwijt? En niet zomaar uit een portiek van je auto een hele bami bakje laat plakken op een ruit van een ander man achter je. Dames en heren, ik weet dat we het kunnen. We kunnen het. Mijn zabi libisma. We loopt taki moeilijk weer doen. En we loopt taki. En we loopt taki juist. En we loopt moe taki. We loopt taki. Tak taki. Maar we loopt takru taki. Ik zei aan de zee. Ik zei aan de kaart telefoon. Ik zei aan ook vallig zei aan. Dat is ook vaak zijn. Bijna moet ik een safe in Agado, maar dat is even aan de debris. Maar in 2017, ik zal het niet willen geloven, in 2017, en dan weten de mensen van de pers, natuurlijk zijn alle landen zich bezig met het gebruik van Facebook-rechten. Alle landen met uitzondering, dacht ik, van China. En voor alle de konden er een tapu, believe it or not. Ja, waarom China konden er hebben? En dat is 600.000 smijten. Mexico, Suriname en Chili. Maar als je tak tak heer deze, dan was het een boom. Dat wij nummer 2 in de wereld zijn. Voor tak taki. Tijdens studeer. Of in Euroko. Anokara. In Athens denk ik, want heer deze bezig aan de parasane emoji zo. En een emoji zijn er. Je was een soort lol. Dan amai lafu. Dama fesi soa. Dama tofe aero ombrel. Dama kree. Herde u de beest gezet. Dama ama ate popo. Pas ama ate bikipo e popo. Boop. Hier een. Sernama, we moeten dat echt goed gebruiken. We moeten dat echt goed gebruiken. En laten we het gebruiken in een positieve zin des woords. En laten we het niet alleen maar ten negatieve gebruiken. Ik heb een oproep vanavond. Laten we proberen na vanavond weer bewust te leven. Laten we weten dat we met een proces bezig zijn. Laten we weten dat onze hoofdtaak is
decolonisatie. En laten we proberen met z'n allen een bijdrage te leveren. Laten we proberen de medemens te helpen. Laten we weten dat we het samen moeten doen. Laten we weten dat er veel werk is. En laten we ons niet laten afschrikken. Het is een dag van ommekeer waarbij Suriname heeft gezegd, ik neem het hef in eigen hand. Ik ga samen met het volk dit land naar een grotere hoogte brengen. De president heeft markante punten aangehaald in zijn speech. Een van ze is onderwijs, dat we eraan moeten gaan werken. Welke mening deelt u? 100%. We moeten daaraan werken. Omdat als je ontwikkeling, dus kijk, er zijn een paar dingen. Wanneer de riffel begint, dan kan men ervan vinden wat men wil. De bedoeling was dat, ik heb gezegd, we nemen het hef in eigen handen, we gaan samen de ontwikkeling brengen. Want dan kom je gauw tot de conclusie dat basisinstrumenten om ontwikkeling te brengen, onderwijs, gezondheidszorg, marginaal aanwezig zijn. En dan worden besluiten genomen, beslissingen genomen om de mensen te scholen. Onderwijsinstellingen op te richten, zoals Bouterse net gezegd heeft, middelscholen. Terugkeren, als we willen zien wat de RIVO wilde doen op al die gebieden, vier vernieuwingen. Laten we kijken wat er was voor 25 februari 1980 en vandaag. Dan gaan we zien dat we bijna niet eens allemaal meer weten waar de middelbare scholen zijn. Waar de polyklinieken zijn. Waar we weten niet eens meer hoeveel ontwikkeling gebracht is met die twee bruggen. Die twee bruggen die, want als je ontwikkeling wil brengen en je hebt geen infrastructuur en je hebt geen energie, komt er geen ontwikkeling. Dat zijn holle woorden. Je moet ze bouwen. We hoorden brood met brug. Vandaag hebben die bruggen zich al terugverdiend, dik terugverdiend. Het ware beter dat elke Surinamer zich met de echte dingen bezig hield. Dan hadden we niet zoveel, waren we waarschijnlijk veel verder met wat we hebben gepland, wat we hebben verkondigd. De vier vernieuwingen geldt niet alleen voor Grano's of voor u. Het geldt voor elke Surinamer. Wat we ook moeten zien is natuurlijk dat toen we teruggingen naar de democratie, de NDP van Bouterse drie zetels had. Drie zetels. Vele jaren later, 2010, wordt hij president. Vijf jaar later heeft hij 26 zetels. Hij heeft de absolute meerderheid. Zijn partij heeft de absolute meerderheid. En in plaats van dat men gaat aansluiten bij die grote brok, probeert men die ontwikkeling met allerhande vuilsmijterij constant een halt toe te roepen. Dag als deze is een dag om te herdenken. Maar het is ook een dag om inspiratie te putten uit wat de strekking, de bedoeling en de waarde is van deze dag van vernieuwing en bevrijding. Een dag van revolutie waarbij een groep jongens Renamangs het heft in handen heeft genomen om drastische verandering te brengen in een situatie van Suriname van toen. Een land pas uit haar moeilijke periode van onafhankelijkheid. Onafhankelijk vanaf 75, maar toch een land die behoorlijk veel pijn nog ervaarde van de neocoloniale periode. Waarbij de overheerser nog voet en handen had in Suriname. En een land waarbij de etnische politiek, de etnische scheidslijnen, armoede ernstig aanwezig waren, corruptie en vriendjespolitiek. Daar moet verandering komen en als jonge militairen daar een stap voor doen en daarmee in feite een proces in gang hebben gezet voor voortdurende vernieuwing en bevrijding, dan denk ik dat een dag als vandaag toch wel in dat teken zal moeten staan.
Als we kijken naar de ontwikkelingen in Suriname, welke mening wilt u met ons delen? Nou, Suriname op dit moment is op een vrij cruciaal moment van haar groei en ontwikkeling. Ik zeg altijd, een land heeft net als een persoon, net als een mens, een bepaalde fase in haar groei. Vaak met groeipijnen, zoals we dat ook hebben gehad in onze kinderen en in onze jeugdjaren. En op een bepaald moment ben je volwassen, en rijp volwassen, om definitief op je eigen benen te staan en in feite vastbesloten en vastberaden verder te gaan. En ik geloof dat Suriname nu na ruim 45 jaar ruim genomen onafhankelijk zijn, na ruim 45 jaar echt Suriname zijn met Surinamers, dat wij dat punt hebben bereikt. Dat we nu in de volgende fase van onze ontwikkeling moeten gaan. Waarbij we meer halen uit wat Suriname te bieden heeft. Waarmee we meer doen voor wat we voor Suriname en Surinamers kunnen doen. En dat betekent veel harder werken, veel meer liefde en respect voor elkaar hebben. Los van de politieke, soms ook de etnische, religieuze en andere culturele verschillen die we hebben. Dat we steeds meer naar elkaar moeten komen om met meer visie, meer daadkracht, meer durf, meer inspanning te werken aan dit geweldig mooie land. We hebben goud, we hebben hout, we hebben, ik zou zeggen bauxiet, maar dat is er niet meer zoals het er was. Maar we moeten ook veel meer gaan produceren. We moeten veel meer gaan werken aan onze eigen brand meat in Suriname, waarbij we steeds meer zelf aan de man brengen en minder importeren, waarbij we toch wel sterker staan tegenover de invloeden van buiten, zoals we dat bij elke crisis om de zoveel tijd merken, dan denk ik dat we er goed aan hebben gedaan met die visie en met die hoop, nieuwe hoop, te werken aan het voortdurend proces van vernieuwing en bevrijding. Revolutie, dat betekent een omwenteling, ontwikkeling, verandering. Veranderingen gaan altijd traag. Maar belangrijk is dus dat die verandering er is. Maar hoe moet die verandering er zijn? Natuurlijk positief. En als ik er zo naar kijk, dan mag ik zeggen dat we kunnen praten van een positieve verandering. Natuurlijk hebben we nog niet alle neuzen in die ene richting. Ja? Naar die 100% die positieve ontwikkeling. Maar ik heb toch wel het geloof dat het goed komt. Als ik kijk naar mijn eigen situatie, dan heb ik het over het ministerie van Justitie en Politie. Dan heb ik het steeds erover van, we moeten het samen doen. Dat is ook die ontwikkeling. De president heeft in het verleden gesproken over een mindshift. Ik wil het anders benadrukken, een paradigmshift. Laten we veranderen van binnenuit, zodat we ook naar buiten, buiten onze eigen invloedssfeer, die verandering teweeg kunnen brengen. En zo gauw dat het geval is, bewustwording naar elkaar toe, dat we allemaal het gemeenschap als gemeenschappelijk doel hebben. Welvaart, in de ruimste zin des woords. Ja? Waarbij een stukje educatie ook erbij komt kijken. Dat gaat zijn weerslag ook hebben naar een stukje armoedebestrijding. Dan komt het wel goed. Revolutie is een ongoing proces. Het is niet iets van 1980, daar is het begonnen. Maar je moet door blijven gaan. En ik blijf het zeggen, het is daarnet ook gezegd, het is een stukje bewustwording op nationaal niveau. Als je op nationaal niveau je er niet van bewust bent, hoe ga je dan competen met het internationaal niveau? We moeten ons van veel bewust worden. Maar ik heb het geloof dat het goed komt, sowieso. Welke felicitatieboodschap heeft u voor de gemeenschap? Nou, we moeten doorgaan. We hebben geen tijd voor jugu-jugu om steeds de negatieve vingers naar elkaar toe te wijzen. Laten we hand in hand samen verder werken naar die ontwikkeling van Suriname. Breed, ja. We hebben de kracht dat er zoveel bevolkingsgroepen bij elkaar mogen zijn. Je hebt hier en daar wat jugu-jugu. Maar ik heb toch wel die overtuiging dat het goed zal komen. Komt sowieso goed.
Minister, 39 jaar, revolutie. De president heeft in zijn speech gesproken over ontwikkeling van onderwijs, vooral in het binnenland. En nu heeft u veel bemoeienissen met het binnenland. Over welke ontwikkelingen kunnen we praten ten aanzien daarvan? Nou, heel veel. Ik denk dat de president zijn speech geleid is geworden door de vernieuwingen die 25 februari met zich heeft meegebracht. En een van de vernieuwingen is natuurlijk ook de educatieve orde. En de educatieve orde heeft eigenlijk de discriminatie weggemaakt. Waarbij, zoals hij zelf in zijn toespraak heeft aangehaald, dat de discriminatie waarbij stadskinderen door andere mensen werden onderwezen, dat helemaal is weggehaald. En eigenlijk komt erop neer dat alle Surinaamse kinderen, Surinamers, dezelfde kansen krijgen. En dat is het mooie van het verhaal. En het is goed dat we na 39 jaar een stukje rappel krijgen van dat stukje geschiedenis, van dat stukje historie, de beweegreden, de motivatie die ons vandaag aan de dag naar dit punt hebben bereikt. En ik ben blij dat ik ook deel mag zijn van deze vernieuwing. Welke felicitatieboodschap heeft u voor de samenleving? Nou, dat we, zoals de, ook vandaag weer refereer ik naar de toespraak van de president, dat waar zijn de zaken die wij hebben opgebouwd? Waar zijn de fabrieken? Laten we wat we moeizaam hebben opgebouwd, laten we dat behouden. Laten we dat koesteren. Iedereen op zijn of haar manier, op zijn of haar niveau. Maar in elk geval dat wij als Surinamers trots erop mogen zijn. Vandaag staat staatsolie daar. Wij mogen er trots op zijn. Dus ik denk dat elke Surinamer zichzelf moet afvragen op zulke belangrijke dagen, historische momenten, een stukje bezinning. Wat is mijn bijdrage geweest aan dit land? Tot zover deze aflevering van Informatie Actueel, InfoAct. Wij brachten u een verslag van de kranslegging bij het monument van de revolutie ter gelegenheid van de herdenking van de machtsovername op 25 februari 1980.